Of Ronne Voor moest er even op wachten, want vanwege een blessure miste hij de eerste 4 wedstrijden in de Eredivisie. Tegen Ajax in de Arena was het eindelijk zover. Hij mocht zijn officiële debuut maken voor Vitesse. Voor is sindsdien een vaste waarde in de ploeg van Vreese. Hij scoorde nog niet, maar was enkele keren dichtbij. Voor. En die kan schieten. Maar vooral Voor. Vanwege zijn debuut mocht hij maandagmiddag zijn naam op de heldenwand zetten. Hij koos oud-Vitessenaar Bart Latouheru uit om hem te helpen. Dat is goed. Latouheru speelde sinds de promotie naar de Eredivisie 1989 7 seizoenen in Arnhem. Wordt de bal gegeven, dat is de kans. En dat is hem hoor, Latouheru. Zo scoorde hij 2 doelpunten in de Europa Cup tegen Dundee United. Latouheru kijkt met plezier terug op zijn tijd in Arnhem. Net uit de eerste divisie, op Monnikenhuizen. Toch wel wat jongens gekocht van buiten, van Rotterdam, hè, René Eijer. Toch wel wat Arnhemse jongens ook erbij. En een ploeg waarvan niks verwacht werd toen op dat moment nog. Alleen, de geschiedenis is bekend. Volgens mij hebben wij daarna 5 of 6 jaar achter elkaar Europees voetbal gehaald. En toen is de club echt behoorlijk gegroeid. Maar een hele leuke tijd. De heren hebben enkele raakvlakken. Ze hebben beide voor zowel Vitesse als NEC gespeeld. Qua positie in het veld komen ze overeen. En Latouheru en Voor zijn allebei van Molukse komaf. Ja, het ook een verleden natuurlijk bij NEC en Vitesse. Dus vond ik wel een mooi moment om Bart uit te kiezen. Ja. Ja, en ook net als jij Moluks. Ja, zeker. Dat is natuurlijk extra mooi. Dus natuurlijk wel een voorbeeld. Dus, ja, dat is mooi om te horen. Ja, eens gelijk. Wij vinden het heel leuk. In de Molukse wereld leeft het heel erg. Je volgt elkaar heel erg. En als je dan de Molukse jongen doordringt in het betaalde voetbal, is dat één. Nou, hij bij NEC, dat kon ik van dichtbij volgen. En nu naar Vitesse toe, ja, dat is alleen maar mooi. Natuurlijk een stap hoger op, zo zie ik het ook echt. En zeker in de huidige situatie bij NEC. Nou, ik ben vereerd en ik vind het ook hartstikke leuk om te zijn. Heeft er zelf opgehangen? Nee. Ik denk dat ze toen allemaal tegelijk hebben opgehangen, denk ik, hè? Ja. Bij de bouw hiervan. Ja. Ik denk dat ik in mijn laatste periode bij NEC een beetje echt wel vergelijkbaar was als hem. Want dan speelde ik ook op 10, hè, centraal op het middenveld. Ik mocht uitwijken naar links en naar rechts, redelijk tweebenig. En dat herkende ik wel in hem. En ik vind hem van nature al een bepalende speler. Ik was vroeger wel een creatieve speler, maar meer een buitenspeler. En de laatste 5 jaar heb ik eigenlijk vergelijkbaar als hem gespeeld. Nou, kijk eens aan. Hij zit erop. Ik heb hem eigenlijk vanaf zijn eerste moment gevolgd. Het was denk ik onder Anton Jansen nog dat hij net erin kwam. Toen speelde hij heel goed. Daarna speelde hij even niet meer. Daar heb ik nog met zijn vader over gehad. Ik zei, wat is met Navarone? Hij speelt even niet. En dit en dat. En zich teruggeknokt. En vorig jaar vond ik hem echt een van de betere bij NEC. En duidelijk aan een stap hoger was hij toe. Nou, die heeft hij nu gemaakt. Hij speelt in een goed team nu. En ik verwacht veel van hem. Ik denk dat hij ons weer trots kan maken. Laat ik het zo zeggen. Er zijn niet zo heel veel Molukse jongens. Hij is er een van, maar hij is ook een van de betere. Dus ik ben benieuwd. Ja,